Mensen, hartelijk welkom op deze online hengstekeuring van het KFPS. En wat we vandaag doen is kijken welke van deze kwaliteitsvolle hengsten zich het beste presenteert. En als u vorig jaar hebt meegekeken, dan weet u dat het uiteindelijk pas in de laatste ronde beslist kan worden. Voor nu deze rubriek op kop geplaatst, Johannes 484. Johannes in een uitstekende conditie met een superbespiering gepresenteerd. Hele mooie voorhand, veel rasuitstraling, straalt nog veel jeugd uit. En Johannes stapte vlijtig en liet in draf. Eigenlijk kwam hij direct in balans, een heel goed ritme. En hij had veel tijd om zijn voorbeen mooi uit te leggen. Vandaar deze eerste plek voor Johannes. Op kop geplaatst in deze rubriek, Timen 503. Een hengst met een hele sierlijke beleiding die veel jeugd uitstraalt. Een hengst die sterk in de verbindingen is. Een hengst die in de stap misschien nog wat meer losgelatenheid mag laten zien. Maar in draf heel veel lichtvoetigheid toont. Heel behendig is en heel veel snelheid in het achterbeen heeft. Een achterbeen dat ook goed onder het lichaam wordt geplaatst. Vandaar deze koppositie. Vragen om Alwin even naar voren te laten treden in de spotlights. Alwin 469, Sport Triple A. Streng, nog echt vader Arse Bauma formule, heeft namelijk uitgewezen dat Alwin 469 zichzelf preferent mag noemen. Mensen thuis, preferent Alwin 469. Twee groepen 13 jaar en oudere hengsten gehad. We gaan twee hengsten uitnodigen voor de kampioenskeuring. En dat zijn Alwin 469 en Vonger 478. Ja, daar staat hij. Alwin 469. Een hengst die ons weer aangenaam verraste vandaag. Een hengst met veel rasuitstraling, een goede kruisligging. Een hengst die voldoende stapte en in draf, ja, daar kwam hij helemaal tot zijn recht. Hij was helemaal in zijn element, had veel vouw in het achterbeen, had een heel mooi gebruik van het voorbeen en heel een mooie opwaartse draf. Daarnaast staat Vonger, ook een hele goed bewaarde hengst, hard beenwerk, sterke bovenlijn en een hengst die opvalt met zijn altijd krachtige achterbeen. Een heel goed ritme, ook een hele vlijtige stap. Met een heel resoluut achterbeen, maar ook in draf weer zoveel balans en veel buiging. Heel goed. Juryleden, voorzitter, noem maar op. Nee, maar dat klopt helemaal. We hebben wel een heel duidelijk kopnummer in Teun 505. Een hengst met een hele fraaie beleiding, echt heel correct gebouwd, veel rasuitstraling, hard beenwerk, die actief stapt en in draf heel rustig opbouwt en dan heel mooi in zijn ritme komt. Ook in de wendingen veel balans houdt. Rubriek 6, mooie rubriek 6 paarden. Paarden die zich over het algemeen in de stap wat meer mochten geven. Op kop geplaatst, Auwert 514, een moderne luxe hengst, vrij gemodelleerd. Hengst met een hele mooie voorhand, lange koten, die voldoende stapt en in draf een heel mooi voorbeengebruik laat zien. En als hij een beetje in zijn ritme komt, had hij ook een paar hele mooie passen ertussen. Geplaatst in deze rubriek Beant 517, een royaal ontwikkelde hengst die opvallend goed stapt met veel lichaamsgebruik, veel paslengte en die vandaag in draf veel balans liet zien. Hij kwam heel mooi terug, bleek taktvast. Mooi kopnummer.
uitslag van een mooie rubriek. Dekhengsten die via het verkort onderzoek hun dekbrevet hebben verworven. Dat betekent dat deze hengsten op een bepaald niveau in de sport hebben gepresteerd. Ze zijn ook bij de sportelite. En op basis daarvan beoordeeld zijn voor het dekbrevet. Twee prachtige hengsten. Elias 494. Wat een ambassadeur is dat. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Een hengst die zich internationaal laat zien. Een hengst waarvan we net weer hebben kunnen genieten van zijn piaf. Maar ook als hij wat gaat verruimen, laat hij dat zien met een heel krachtig achterbeen. Een hele mooie presentatie van deze prachtige hengst. En dat geldt ook voor Martsen 521. Als hij zo voor je staat, een plaatje om te zien. Een hele fraaie voorhand. Veel rasuitstraling. Een hengst die in draf ook een mooi voorbeengebruik laat zien. Achter iets meer zou kunnen aantreden. Twee prachtige hengsten die veel in de sport hebben gedaan. En we denken ook dat we ze alle twee uit meenemen naar de kampioenskeuring. Op kop geplaatst Gosse 526. Een sterk gebouwde hengst met een mooi silhouet. Sterke bovenlijn die actief stapt met veel lichaamsgebruik. In draf ook heel mooi met het schoft omhoog draaft. Daarom deze eerste plek. Wie wordt de opvolger van Wittmer van de Boppelanen? Het is de 10e keer dat deze prestigieuze prijs uitgereikt gaat worden. Het paard van het jaar 2021 is geworden... Nou, een merrie. En dan blijven er nog maar twee genomineerden over. Het paard van het jaar is de moeder van de paarden die nu één voor één in de baan binnenkomen. Namelijk Boukje C. Proficiat. Fokke van het jaar 2021 is geworden Gert Sands. Wat een emotie. Hier komt alles bij elkaar. Paard van het jaar, Boukje C. Fokker van het jaar, Gert Sands. En voor ons werd het ontzettend moeilijk. Dat hadden we vanmorgen al. En dat hebben we nu weer. Want de hengsten zijn allemaal zeer aan elkaar gewaagd. Het gaat om hele kleine verschillen. En... wat ik ook zei, we hebben nu een kampioenschap, maar de dag is nog niet voorbij. Wie weet wat er nog kan gebeuren. Op dit moment maken we reservekampioen van de oudere hengsten. Een hele mooie opwaarts gebouwde hengst. Met een voldoende stap en een hele mooie opwaartse draf. Jurre 495. Jurre, reservekampioen bij de oudere hengst in ieder geval. En nu de kampioen. Ja, met alle respect naar Alwin en Vonger, die zich echt uitstekend hebben gepresenteerd. Wordt kampioen van de oudere hengsten, Johannes 484. Johannes 484, krek als vleendier, kampioen bij de oudere hengst. Ja, beste mensen, ik weet niet hoe het met u is, maar wij genieten hier volop van het prachtige Friese goud wat hier aanwezig is. Een hele mooie kampioenskeuringsrubriek met 12 prachtige hengsten. Maar ja, daar moesten we in selecteren. En eerst hielden we 8 over. En deze 4 vinden we tot de top van deze categorie jongere hengsten behoren. En het was best wel weer moeilijk. Hè? De ene hengst presenteerde zich vanmorgen beter dan nu. En anders was het weer andersom. Maar het gaat om het moment van nu. We hebben hele fraaie gemodelleerde hengsten hier staan. We gaan reservekampioen maken. Een hengst met een heel fraai model.
Een hengst die goed stapt. En hengst die in draf ook voldoende opwaarts beweegt. Reservekampioen wordt Teun 505. Teun. Ja, en dan wordt het spannend, want er zijn nog drie over. En welke hengst wordt hier kampioen van de jongere hengsten? Wat zei ik? Ik maar bij hengst. Heeft u zelf al een favoriet? Voor ons was het een grote verrassing. Een hengst met veel jeugdigheid, een heel atletisch hengstje. Die met een heel sterk achterbeen draaft. Met heel veel kracht. Kampioen van de jongere hengsten is Herre 524. Herre. Herre kampioen, hier weer bij de net. Nou, dat is toch formidabel. Jouw dankwoord. Ook grote dank hier aan de voorbrengers, de trainingstallen voor een heel vloeiend verloop van deze dag. Mijn collega's Jan en Popke, het was een genot om met jullie samen te werken. Maar ga toch een kampioen neer. Ik hoop dat u thuis een hele mooie dag hebt gehad. Wij zeiden, we worden er een beetje emotioneel van. Ik dacht al, wij krijgen iets voor het en hier dat we gewoon de jury moeten laten zien. De lid het aan de jury hoor. De reservekampioen, ouderen en jongere hengsten. We gaan vandaag een hengst bekronen tot dagkampioen. Maar dat doen we niet voordat we eerst de reservekampioen bekendmaken. Ja, waar hebben we naar gekeken? Toch hengsten die een hele constante presentatie laten zien met een heel goed achterbeengebruik. Hengsten die rasuitstraling hebben. De reservekampioen van de hengstenkeuring 2022 is geworden Johannes 484. De jeugd heeft de toekomst. We hebben gekozen voor een heel behendige hengst. Een hengst met veel ranguitstraling, veel atletisch vermogen, goed stappen en heel goed draven. Voor zo'n jong dier ook steeds in balans blijven draven. Kampioen van de hengstenkeuring 2022 is geworden Herre 5-4.